Ja, hier zijn we groot geworden. 20 man en uiteindelijk zijn we dan met 340 man sterk. En hier is het allemaal begonnen. Hoe lang heb je hier gezeten? Nou, meer dan 10 jaar. En na afloop afsluiten hoekzicht? Afsluiten hoekzicht, elke week keihard werken, heel de dag door. En dan s'avonds eventjes nog aftaaien. Heel eerlijk, hier was het echt met z'n allen samen thuis. Soort, familiegevoel. Ja, nou ja, goed, een soort piraten. Hè? Met z'n allen vrij buiten en gaan. Excelsior was dan eigenlijk hoekzichtbar. Ja, daar kun je het mee vergelijken. Kijk, wat bij ons natuurlijk gebeurde, wij kwamen daar vanuit ons werk. En goed, daar waren natuurlijk ook de supporters van Excelsior. Dus ja, 1-1 is 2. Dus automatisch kom je dan toch bij Excelsior, om het zo maar te zeggen. Uiteindelijk zijn we dus hier terechtgekomen, want gewoon te klein was een Kralingen. Ja, en wat doe je als je geen eigen kroeg hebt? Ja, bouw je er zelf in. Dus, hoekzicht lijkt het wel een beetje op, Dennis. Ja, dat is het idee wel een beetje. Nou, geef mij maar een lekker pilsje, Dennis. Mooi, moed. Dat is zeker het hele familieplaatje. Dat is de oprichter-eigenaar. Waarvan ik natuurlijk ook samen met mijn broertje allebei 1/3. Broer, hij is nog altijd de kapo die doet die kapo, oftewel de baas van de bazen. Hier aan de rechterkant heb je de douaneafdeling, de linkerkant sales. LCL-afdeling, full containerloads. Ja, en ga zo maar door. We gaan van links naar rechts, eigenlijk heel de wereld over. Ik zorg eigenlijk van dat een transport van A tot Z klopt. Dus of jij nou een container hebt of een pallet in Breda. En zorgen we eigenlijk van A tot Z dat die op een bestemming komt. En het mag Amerika zijn, Zuid-Amerika, China, Midden-Oosten, verzin het maar zo gek. IT is eigenlijk het speerpunt waar wij ons, eigenlijk onze kracht op inzetten. Daarom hebben we ook een eigen IT-firma intern. Die bouwt Telemeet, ons eigen logistieke systeem. Waardoor klanten ook inzicht hebben van A tot Z waar hun zending uithangt. Met daarbij de papierwinkel, maar ook de communicatie. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Ja, er hangt nou volgens mij een foto van Volendam of een poster van Volendam als het goed is. Sparta, ja, die mag voor mij wel weg. Ja, wat dat betreft, dit is echt de origine Kralingen. Ik bedoel, klaar, daar komen we vandaan. Wat dat betreft, eigenlijk zouden we hier weer wat moeten doen. Eigenlijk zouden we weer terug dat mensen ons zien, weet je wel. We zitten nou een beetje buitenaf. Nou, ik heb wel een leuk idee. Ik weet wel wat. Hier ook wat in de buurt, dus een link met Kralingen. Kijk, is dit al een beetje bekend voor jullie? Nou, dit is misschien wel wat. Ik heb een mooi idee, Dennis. Laat maar zien dan. Moet me wel even helpen, hè?